Ladies and gentlemen. Dames en heren, dit is weer een nieuwe aflevering van Die Mango Show. Mijn naam is Dario Die Mango. Dat is geen toeval uiteraard. Ik heb een hele leuke verrassing voor jullie. Ik heb twee comedians meegenomen. Ik vind ze hartstikke leuk. Ik ken ze al een poosje. Ik heb ze op het podium gezien. Dus ze zijn allebei best wel zeg maar kwekkelende dames. Het wordt een hele aparte aflevering. Dat kan ik nu wel voorleggen. Ik heb het uiteraard over Rima Kamerwoen en... En ik heb het uiteraard over Khadija Sabreye. Niet zo gespannen, joh. Oh ja. TV. Zeg ik je naam in ieder geval goed? Heel goed. Ja, heel toch? Goed. Ja, zeker. En Rima Kaung ook. Voor het eerst. Voor heb je Indisch gegeten daarvoor? Ik vind niet altijd afleiden. Standaard. Een bami bapang of pangang. Pangang is goed, hè? Dat is het. Dank jullie wel voor jullie komst. Heel leuk dat jullie zijn gekomen. Dus we gaan het over comedy hebben, dames. En over hoe leuk we het allemaal vinden. Vind je het leuk om te doen? Ja! Ja, comedy is leuk. Comedy is leuk. Ja, comedy is leuk. Ja, is leuk. Zijn er ook momenten dat het niet leuk is, eigenlijk? Ga je gaan. In principe vind ik comedy altijd leuk, want dat is ergens zo'n therapie voor mij. Mm. Dus dan word je altijd genezen. Na zo'n comedy. Dus eigenlijk elke keer als je een beetje down bent, dan moet je gewoon het podium opgaan en dan kom je altijd. Heb ik niet zo snel, maar het is meer heimwee of ergens mee dwars zitten of zo. Maar ik ben niet zo snel down. Dus nee? Mijn worsten wel, maar. Maar. slaan. Au. Nee, maar dat. Comedy is voor mij therapie. Eerlijk hoor. Ja. Voor mij is inburgeringscursus. Ja. 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 Jij bent hier gewoon. Jij doet comedy om Nederlands te leren. Gewoon. Ja, Nederlands leren. Ja. Netwerken. Oké. Okay. Ja, en hoe gaat het? Ben je al ingeburgerd? Nou, tot 2 weken geleden dacht ik wel. Ja. Maar toen kwam ik ineens erachter dat dat dus niet zo is. Oké, wat is er gebeurd? Ja, echt een hele gekke verhaal op het werk. Dat ik dacht, oh ja, shit, ik ben dus niet echt helemaal goed ingeburgerd. Een collega had een probleem. Haar Fred was dood. Ik hoorde iedereen zeggen, oh, wat zielig, haar Fred is dood. En ik dacht, shit, haar man heet toch Henk? En toen zei ze, nee, dat is haar huisdier. En toen zei ze, oh ja, die heet Fred. En toen zei ze, nee, dat is een Fred. Toen was het heel verwarrend gesprek. En toen dacht ik, oh ja, dan ben ik echt niet ingeburgerd. 1, ik wist niet wat Fred was. En 2, wist ik nog niet eens dat een huisdier zou kunnen zijn. Nee, je weet niet. Super geslaagd dus. Ik hoop dat misschien ergens vandaan waar de meeste huisdieren gewoon in een pot belanden, of niet? Bij ons is gewoon heel simpel, alles wat jou niet eet, eet je op. Ja. Is gewoon klaar. Ja. 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 Maar even voor de kijkers thuis ook, waar kom jij vandaan? Nu uit Rotterdam. Uit Rotterdam? Ja. Ja, ik hoor het aan je accent. Ja, hè. Daarvoor kom ik uit Somalië. Somalië. Ja. En Rima? Ja, Indonesië. Indonesië? Ja. Ja. Ja, ik... Heel veel mensen dachten dat ik uit Vietnam of Thailand of Korea, maar ik vind het heel stom, want ik ben gewoon Indonesisch. Ja, maar ze lijken toch wel een beetje op elkaar. Ja, die spleetogen. Net als ik voor de eerste keer de blanke Belg en de Duitsers zeiden, oh, dat zijn allemaal Hollanders. Het is precies hetzelfde probleem. Ja. Precies, ze lijken op elkaar. Alle witte mensen lijken toch ook op elkaar, of niet? Ja, in het begin, maar hoe langer ik, dan kan je herkennen aan de accent. Ja. Ja. Maar, is dat een belediging in Azië? Want ik heb het wel vaker gehoord. Ik bedoel, Koreanen willen niet vergeleken worden met Chinezen. En, Niet dat ik weet, maar ik voel me niet. Ik ben niet zo snel beledigd. Nee? Nee, ik heb meer van als je mij iets wil kwetsen of pijn doen, dat zegt meer over jou dan over mij. Ja. Dus daarom ben ik niet zo snel. Als je op mijn tenen, lange tenen gaan staan, dan zeg ik au. Nee, ik kom ook heel vaak uit Suriname. Mensen zeggen van, ik ben in jouw landen geweest. Ik zeg, oh wat leuk, hoe was het? Ja, geweldig, geweldig. Ik denk, oh, dat heeft u waarschijnlijk niet over Somalië. Nee. Suriname ben geweest. Ik zeg, ja, oké, nee. En als ik teruggestuurd te worden, word ik ook Suriname teruggestuurd. Ja. Als Suriname. Heel makkelijk, ja. Als je geen verblijf vergeet. Nee, gewoon terug naar zo'n... Dan krijg je gewoon een enkeltje Paramaribo. Paramaribo is het. Paramaribo, ja.
La la la, dit is de Dimango Show. Maar ik heb ook jarenlang gedacht dat witte mensen gewoon op elkaar leken. Ik kon ze niet uit elkaar houden. Heb ik ook gehad. Ja, echt waar? Ja. Ja, dat is wel grappig eigenlijk. Want het zijn ook speciale, welke landen, zijn er mensen die het meest op elkaar lijken? Ik bedoel, ik neem aan dat een Italiaan toch wel wat anders uitziet dit dan kan een ik Nederlander. Wel nee, voor mij toen niet. Echt Italiaan, alle Europese blanken, Amerikaan zelf weet ik veel. Alles wat blanke was, leek op elkaar. Ja. Orang Blanda. Ja, en ik zat in vluchtelingkamp en daar werkte dus een aantal blanke mensen. Op zich is er niks mis mee, hè. Dan verwacht je zo. En ik stelde me iedere dag weer voor. Maar het waren dezelfde mensen. Op een gegeven moment kreeg ik maatschappelijke werkster. Want ze dachten, ja, die oorlogsslachtoffer, die is gewoon helemaal kapot. Ja, echt helemaal niet normaal. Kapot van de verdriet. Ja, echt. En toen zei ze, ze hebben uitgelegd, nee, we zijn alleen maar met 7 mensen. Toen dacht ik, ja, jullie liegen het gewoon. Ik heb 3 maanden gewoon 100 mensen gezien. Minimaal. Maar ze leven op elkaar. Het is wel grappig, hè, dat ons leven is op zich al comedy. Het is humor wat gebeurt in ons dagelijks. Tenminste, ik praat over mezelf. En als ik af en toe met haar praat, dan moest ik echt, ik lach me echt eigenlijk kapot. Ondanks dat hele dramatisch verhaal. Maar ik ging helemaal stuk. Zo bedoel ik ook eigenlijk niet. Maar het is gewoon grappig. En dat is ook wat jij bedoelt met therapie. Jij komt natuurlijk inderdaad van een, weet je, vluchtelingenkamp en wat dan ook. Dus je hebt heel veel verdriet en leed meegemaakt ook. Ja, ik amuseerde daar hoor. Nee, maar ik vond het echt geweldig. Kijk, je hebt ongeveer 15 nationaliteit daar. Mm-hmm. Ze hebben altijd ruzie, zeker bij de wasseretten. Ja, is dat zo? Ja, had ze altijd ruzie. Maar op een gegeven moment hebben ze een soort van vrede met elkaar, afspraken gemaakt. Ja. Maar iedereen, we zijn eigen taal. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Niemand snapt, verstaat iemand, niemand. Handen en voeten gewoon. Maar precies, ze begrijpen elkaar wel van, joh, nu zit jij fout. En nu is dit mijn wasbeurt. Dus volgende keer, klaar. Nou, dat is toch fantastisch. Dat was Rima volgens mij die je net nadenkt. Ja, precies. Ik heb wel, ik vond het echt geweldig. En eten, in de rij staan voor eten, ja, het was een feestje. Je mag 2 keer in de rij staan per maaltijd. Oh ja. Ja, ja ze herkennen je toch niet? Maar logisch gezien... Elke keer in de rij staat met je bak. Ja, maar logisch gezien kunnen ze ook niet rekenen. Want als je van 7 tot 10 ontbijt hebt... en je hebt 200 vluchtelingen... dan op een gegeven moment eindigt het, weet je wel. Maar 11 uur was de rij nog steeds net zo lang als 7 uur. Of hebben ze zo van, ik heb nog steeds honger, ik sluit erbij. Maar je mag maar 2 keer, want het maakt er niet uit. De regel was max 2 keer. Niet 3 keer in een rij staan. Ja. Maar omdat ze niet weten wie is wie, liep iedereen lopend de man. De ene keer kom je met hoofddoek aan, met bril, met de snor. Ja, van en je niemand zegt van, hey, we moeten even rekenen. We hebben zoveel vluchtelingen, van 7 tot 10, 2 keer per persoon, dan moet het toch op een gegeven moment klaar zijn. Nee. De rij was altijd even lang. Ja, de Nederlandse taal mocht ik leren. Op 1 keer per week hadden we Nederlandse taal, kreeg je 50 gulden. 50 gulden? Als je naar taalschool ging. Ja. En, als je naar je les toe ging, krijg je gewoon... Kijk, dat vind ik wel een goed systeem ook voor nu voor de middelbare scholieren. Ja, gewoon, je gaat naar school en je wordt betaald als je naar school gaat. Als je spijpelt, dan heb je die week gewoon geen 50 euro. Maar die school leer jij een soort inburgeringscursus. Dus de Nederlandse gewoontes hebben en houden taal. Maar we kregen Afrikaanse springende mensen dansende te kijken. Snap jij het? Ik snap het niet. Dus onze docenten, Margreet heet ze, die liet onze filmpjes zien. Dat mensen aan het dansen zijn in Afrika. Ik denk, ja, daar kom ik net van. Ja. Ik ben net van gevlucht. Ik hoef die filmpjes te zien. Dus dat was echt, de vluchteling was echt super leuk. Oké, dus je krijgt eigenlijk gewoon home video's gewoon te zien. Terwijl je gewoon om jullie te pesten of zo, om te laten janken. Ja. Dus het zeg maar gewoon een beetje zeg maar, om te stimuleren, hey, dit is wat je mist. Misschien moet je maar weer eens wieberen. Die Mango Show. Dit is zeg maar 50 euro per keer en dan krijg je dan per week krijg je gewoon een Nederlands les en krijg
je per keer krijg je 50 euro. Ja, dus als, okay, alleen als je naar school ging. Hè? Ja. Want dan één keer per week mocht je naar school en dan krijg je 50 gulden. Nou, okay. Oh, wacht even. Ik ben heel traag. Dus jij krijgt 50 gulden? Ja, ik. Omdat ik naar school ging. Zo'n prima systeem. Nou, dan was ik even een vluchteling geweest. Dat zou ook een 200 man. Ja, dat dacht ik ook. Want ik moet zelf betalen en daarom praat ik nu nog steeds heel blabber Nederlands. Nee, ik kreeg gelden, dus ik deed de best. Nou, ik zat op een verkeerde kant. Maar jij bent Bali ontvlucht. Dat is niet helemaal hetzelfde. Nee, ik ben voor de liefde. Bosteorde bruid. Ja, Bosteorde, ja, inderdaad. En dan ben ik van hem gescheiden, maar geen postzegels. Hallo, je had het wel een verblijfsvergunning, toch, toen je gescheiden was? Ja, alang. Slim van je. Alang, ja, oké. Okay. Het was niet zeg maar gewoon dat je het klokje van wanneer, zodra je verblijfsvergunning kreeg. Nee, maar... Oké, we gaan scheiden. Weet je wat het is, waarom ik ben met hem getrouwd? Want ik dacht dat Nederlandse man, Westerse man vrij zijn in een relatie. Maar ik ben juist ontvlucht van mijn land, want ik was uitgehuwelijk van mijn vader door zoon van zijn collega. Oh. En dat wou ik niet. Dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon met Nederlandse of met Europese man trouwen. En dan heb ik die vrijheid. Maar hij is nog traditioneler dan de meeste. Ja. Ik mocht niet Indisch eten, want dat stinkt, weet je. Die garnalengeur en knoflook. En toen dacht ik, nou, hier ga ik aan dood. Dus jij moest opeens ook heel westers gedragen? Moest je opeens gewoon Levi's en Nike's aan? En, ja. 6 uur eten. Weet je wat het is, Dario? Tussen mijn Indisch mensen ben ik hartstikke wit. Daarom vinden ze mijn comedy niet leuk. Want ik praat over alles. Ik praat over rangdieten, piemels van je man en alles. Ja, omdat ik ben vrouw. Ik ben getrouwd met westers man. Niet dat ik ordinair ben, maar ik praat gewoon over alles. En als ik speel bijvoorbeeld in een kerk met paas en zo, dan word ik uitgejoeld van, je echt ordinair. Maar ik zeg, heb je man dan geen piemel? Speel dat niet? Ja, maar dan het is een culturele taboe, hè? Het is gewoon heel... Ja, maar ik praat uit liefde. Maar welke mensen vinden het taboe dan? Zijn dat meer de allochtonen of zijn dat de Nederlanders? Juist Indonesisch. Vrouwen die ook getrouwd met Nederlandse mannen. En die vinden mij set heel erg ordinair. Terwijl ik heb op tv gespeeld toen over bezoek bij een gynaecoloog. Ik denk, wat is ordinair aan? Want als je 50 plus bent, dan moet je gewoon je vagina laten zien aan een andere vent. Ja. Maar daar doen ze dus niet. Of doen ze onder de rok? Ja, dat weet ik niet. Ik ben hij nooit ouder niet geweest. Hij voelt daar. Daar lopen ze sowieso naakt rond, toch? Ja, ik ben daar. Bij mij is het. Best bij mij. Die Mango Show. Dat is altijd mijn probleem. Vorig jaar ben ik echt bijna zo tijdens mijn set. Toen zei ik gewoon, goh, ik vind het zo irritant, want je bent toch gelukkig getrouwd. Wat is er hier aan de hand? En toen later, veel later, krijg ik verontschuldiging via de mail. Maar ja, daar heb ik niets meer. En nu weiger ik heel veel optreden bij de Passamalam, puur om dit. Ja, echt wel? Oh, je weigert nu om ik daar weiger op te... Ik weiger gewoon. Okay, ja. Maar het is gewoon een culturele taboe. Ik wil gewoon niet op zich daar. Wil niet zeggen dat het heel vervelend is. Het is voor jou heel vervelend, maar dat is hoe die mensen opgegroeid zijn. Nee, dat maakt niet uit, maar je bent wel in Nederland. Ik wil mijn vrijheid niet belemmeren door mijn eigen mensen. Ja. Dat is wat ze dan een beetje tegen nee, ze mij moeten niet komen. Maar heb jij ook gewoon, omdat jij zeg maar ook al het land uit wilde, omdat je uitgehuwelijk werd, heb jij ook al een beetje zeg maar al een beetje zeg maar een andere kijk op zeg maar waar je vandaan komt. Want misschien zijn zij wat traditionele nationalistische. Nee, al in Indonesië was ik al. Heb ik altijd tegen mijn ouders gezegd van, ik ga niet met Indonesische mannen trouwen. Want ik zag ook mijn vriendin allemaal fout liep. De mannen zo gedragen zoals mijn ouders had echt westerse relatie. Mijn vader was de baas als hij thuis was, maar het is meer dat mijn moeder die dat de rol gaf van, nou, papa is thuis, want mijn vader is heel veel in het buitenland wegens zijn werk. Dus op het moment dat mijn vader thuis is, dan ineens mijn moeder de onderdanig vrouw. Maar hij is nog steeds, mijn moeder is nog steeds de baas. En dat vond ik fijn, vergelijkbaar met mijn buren. Mm. Dat vond ik niet fijn, dat de vader moet eerst eten en dan pas de kinderen en vrouw. Bij ons, wij eten gewoon dezelfde met z'n allen. Ja. En ik mag gewoon mijn vader op zich ook. Vind ik eerlijk dat hij eerst eet. Hij verdient er die geld, toch? Jou. Heb jij, merk jij, want jij kan ook natuurlijk af en toe wel iets grofs zeggen. Merk jij dat misschien mensen van die uit jouw regio komen, die dat ook iets een beetje taboe vinden? Of heb je het voordeel is dat Somalische mensen niet een comedy show gaan. Dus dat is dan weer mooi meegenomen. Die komen, die komen gewoon. Nee, die komen niet. Dus ik heb ook nog nooit één Somalische mens gezien.
Vraag je dat dan? Of is er ik vraag dat ook echt. Ik vraag heel vaak, zijn er Somalische mensen in de zaal? Nog nooit eentje. Ja. Nou, ik had één keer bij een organisatie, was ik gewoon georganiseerde comedy op maat. En toen was één Somalische vrouw. Mm. Maar die vond het geweldig. Maar die was waarschijnlijk net zo gestort als ik. Dus die vond het fijn, maar verder komen ze gewoon niet. Maar zou jij met jouw comedy die je hier uitvoert, zou je daar in Somalië mee kunnen optreden? Nee. Zeg maar met je materiaal. Nee. Tenminste, ik zou wel kunnen, maar één keer en daarna onthoofd. Die Mango Show. Is het ook zo? Want weet je, ik bedoel, comedy, het is toch wel een beetje zeg maar in het Westen ontstaan, hè? Omdat je daar toch wat meer vrijheden hebt en zo. Ja. Ik bedoel, merk je dan ook gewoon zeg maar, ja, is humor dan ook een toch wel iets belangrijks in jullie cultuur, als zeg maar in Indonesië of in Somalië? Jazeker. Ik kan echt in mijn jeugd alleen in mijn herinneringen lachen. Ja? Dus echt, ja. Het is vaak heel armoe. Dus in mijn tijd was armoe. En de mensen hadden altijd een comedy, grapjes, kampvuur maken, liedjes. En dat was het vermaak, zeg maar. Want het was verder niks anders. Je was overdag op zoek naar eten en 's avonds ging je vermaken. Dus dat was het eigenlijk met comedy. Het is een andere vorm, want ik heb mijn man dus laten zien voor de Indonesische comedy. Maar mijn man zat er gewoon van, wat is hier grap aan? Dat bedoel ik. Het is heel flauw, iemand in elkaar mishandelt of zo en pijn doen. En dan gaan de hele... publiek lachen. Publiek, ja, bijvoorbeeld jij zit daar en ik schop je stoel. Als meer fysieke comedy, zeg maar. Ja, en dan lacht de hele... En mijn man heeft... Dus ben je een beetje meer Laurel en Hardy? Dat is wat uit mijn cultuur. Ja, in Somalië is het niet hoor, want anders ga je volgende keer echt kogel krijgen. De gasten maken geen fysiek contact. De gasten maken echt geen fysiek contact. Nee, dat kogels. Nee, dat is gewoon echt een braadje. Dus je moet niet zeg maar een Somali even voor de grap laten struikelen of zo. Nee, echt niet. Of weet je wat erg is? Dat vond ook mijn schoonfamilie heel erg, dat wij in de comedy, Indonesische comedy, vernedert heel graag. Oh, je bent dik. Je bent heel erg dik. En als ik in Indonesië op vakantie of zo, dan is dat gewoon... Ja, eetje, jij bent mager, zeg. Wat is er aan? Ja. Terwijl ik was bezig. Weet je hoeveel kost het om lang te blijven op 50 plus? Ja. Dat probleem heb jij niet, in Somalië. Ja, nee, Somalië, kijk, als je dik bent, heb je vrienden, want die hebben eten. Ja, okay, als je dun bent, ben je gewoon eenzaam. Is toch een liedje? Als je dik bent, heb je vrienden. Precies, dat bedoel ik. Volgens mij heeft de Somaliërs geschreven, denk met ik. Met z'n allen. Nee, je mag niet dik genoeg zijn daar. Eigenlijk is het dezelfde lijn, toch, Dario? Ik heb. Maar ja, wel inderdaad. Dus humor is zeg maar wel gewoon een vorm van dat we met elkaar omgaan. Een soort omgangsvorm. Maar waarschijnlijk inderdaad is dat wat meer zeg maar onderling. Dus niet zeg maar dat de mensen optreden. Maar nu wel hoor. Maar hebben jullie dan niet, want jullie zijn allebei leuk op podium. Hebben jullie dan zeg maar gewoon, is dat dan gewoon toch een hele grote transitie geweest? Omdat je dat niet van huis uit en weet je dat je, of hebben jullie wel altijd stand-up comedy gekeken toen jullie ook? Ik heb er nog nooit iets gekeken. Nog niet. Tenminste, ik keek wel naar de geiten die ik achteraan zat. Maar weet je ook bij die mooie man net? Ja, ik volgde hem gewoon. Gelijk, maar dit is traditioneel, hè? Volg de mannen. Ik heb nog nooit gekeken. Maar het was meer om een beetje babbelen. Je bent de leukste van verjaardag. Mm. Of de leukste bij de kampvuur. Ja, ja. Nadat je de geit geslacht hebt. Maar ik heb het nog nooit gedaan. Dus eigenlijk ontstond het bij mij ook gewoon heel toeval. Ik heb het ook niet echt gaan zoeken. Ineens was ik daar op het podium. Ik weet nog niet eens hoe ik terecht ben gekomen. Weet je niet meer? Nou ja, iemand zei, hey, iemand is komen nu opdagen. Ik zeg, oh, wat vervelend. Ze zeggen, wil jij op? Ik zeg, oh ja hoor. En ik ging op. Ja? En jij zat toevallig in het publiek? Ja, ik was daar. Ik was daar in het publiek en de dochter van mijn vriendinnen. We hebben één man te weinig. Kan iemand helpen uit het publiek? Is de dokter in de zaal? Oh, me. De dochter van mijn vriendin die organiseerde het spoken word, de comedy, muziek, de dichters. Okay. En iemand kwam nu opdagen en toen zei ze, iemand heeft afgezegd, wil jij het doen? Ik zeg, oh hemel, wil jij het doen? Ik weet het niet. Ik zeg, heb je een microfoon? Ze zegt, prima, ja, ik ging op de podium. Ik had de 15 minuten gedaan, mijn eerste keer. Hoe ging de eerste? 15 minuten? De eerste keer, ja. Oh, dat is lang meteen. Ja, hè, vond ik ook. Maar hoe ging het? Het ging eigenlijk heel goed. Ja, oké. Okay. Ja.
Hoe was jouw eerste keer? Mijn eerste keer was het eigenlijk ja, gelijk goed. Ik had van de Nes Theater les gevolgd via Roel Zevenburg en Menno Stam. En ik had 12 minuten gewoon gelijk gerokt. Ik heb verteld hoe ik dood wil. En niet op zijn Hollands, maar op zijn Indonesisch. Oké, niet op zijn Somalisch ook. Somalisch is heel makkelijk, maar goed. Nee, bij ons is dat gewoon evenementen, bijna een soort zomerfestival. Ja, klopt, ja. Er wordt echt een feest gegeven. Wordt gedanst, gezongen, gegeten. En dat heb ik gewoon verteld. En dat was gewoon echt te lachen. Laten we eerlijk zijn. We hebben allemaal hebben wel iemand in ons gedachten. Als die doodgaat, dan gaan we een feestje geven. Ja. Hebben jullie in de zin van vrouwen in binnencomedy, want dat is zeg maar ook best wel een topic geweest, hè? Ook aan de afgelopen periode. Hebben jullie het gevoel dat jullie harder aan de deuren moeten rammelen om binnen te komen? Hebben jullie dat gevoel? Nou, kijk, ik denk dat de mannen makkelijker hebben, denk ik. Ja. Maar ik heb niet het gevoel dat ik echt de deur moet gaan rammelen, dat ook weer niet. Dus ik heb wel tot nu toe makkelijke optreden gehad. Of tenminste, kon ik makkelijk optreden vinden. Maar ik vind het wel dat mannen het een stuk makkelijker hebben. Ja? Ja, dat denk ik. Ik denk ook, en hoe je ze op de podium staat ook. Kijk, man kan wel heel veel zeggen. Maar er zijn wel organisatoren die een beetje minder vinden hoe de vrouw als ze heel erg vrij zijn. Bedoel, als ze grof gebeurt. Als ze grof gebeurt, de organisatoren die daar zeggen van ja, maar man kan dat wel ongegeneerd. Omdat ze dat vinden dat het niet bij een vrouw zou passen. Precies. Dan om ze ook taalgebruik. Dat heb ik een keertje meegemaakt. Het verbaast me heel erg dat ik in Nederland ben op deze manier. Opmerking van ja, je was een beetje grof. En terwijl ik zing alleen maar over seksuele opvoeding van mijn kinderen. Hoe ik opgevoed was, dat was, hey Rima, kom naar binnen, buiten is donker, anders wil je zwanger worden of zo. Dat was mijn seksuele opvoeding. Terwijl mijn kinderen was gewoon, condoom kopen en dan heb ik, dan mogen ze zelf, je kan gewoon naar de winkels kopen. En ik had niks en ik door ze ook niks, dus ik was gewoon maar getrouwd ook. Ja. Zoals dat gewilde, toch? Ja. Dat was wenselijk. Maar, toen had ik over die seksuele opvoeding in rap gedaan. En toen heel veel mannen van wat dat toch. Toch wel, dat is toch wel apart. Dus dat is zeg maar een beetje hokjes, zeg maar, mentaliteit. Not dat ze, wel. Dat ze inderdaad wel denken gewoon. Hey, schrikken ze van dat een vrouw veel geld van jou. Ja, het is echt best heel komisch. Want een man zegt het dan echt iets zo best wel vrij grof. En dan kan ze zeggen, wauw, echt goed, joh. Maar hoe je bracht, weet je, de vliegende sperma en hoe je prachtig wordt geweld. Maar als dat vrouw zegt, ja, ik had geen tijd gisteren om mezelf te vingeren, dan is iedereen zo van die boeken. Ik zit nu echt voor me, jouw pauze is... Die Mango Show! Ik ga zo afsluiten. Oh jee. Dat gaat hard. Het gaat heel hard, hoor. Maar hallo, ja. Het is al. Dat betekent dat we het niet gezellig hebben gehad. Hey, maar even nog even. Het wordt pas over een maand uitgezonden. Ik denk dat jullie hebben net al een beetje gepromoot. Dus ik hoef niet te vragen of jullie nog wat te promoten hebben. Dat hebben jullie net al gedaan. We hebben leuke dingen. Dan ga ik nog even vertellen. Ik kan even vertellen. Nou, het zijn hartstikke leuke dames. Ik heb ze allebei ook gewoon op het podium gezien. En je lacht je rot. Hier en daar natuurlijk gewoon moet je wennen aan het accent. Ja. Als je het verstaat, dan lach je helemaal rot gewoon in ieder geval. Ik wil jullie ook hartstikke bedanken voor jullie komst. Ondertiteling. Ja. Graag gedaan. Je staat op de podium. Khadija, dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Bedankt voor het kijken.